Goedemiddag, dames en heren, geachte participanten. Het is vandaag de 29e, wat later de middag. De aanleiding waarvoor ik probeer u voor de camera uit te leggen wat er bij GroenInvest gebeurd is, is het feit dat op de verificatievergadering ik niet de gelegenheid kreeg om een beetje te presenteren de achtergronden van het faillissement van GroenInvest en mijn verantwoording daarin ook te kwijten. Dus bij deze probeer ik u uitleg te geven over de reden en het ontstaan van het faillissement van GroenInvest, maar vooral om u aan te geven dat de schuldige van dit faillissement de AFM is. De AFM is een partij die naar mijn oordeel onbetrouwbaar is. En zij zijn ook de mensen die het faillissement hebben veroorzaakt. Ik heb hier de brochure van de AFM en ik lees hem kort voor. Principiële basistoezicht. Open normen vragen om een actieve marktpartij. De financiële wereld is een van de dichtst gereguleerde sectoren in Nederland. Op zich niet vreemd, want het draait immers om geld, om vertrouwen. Het vertrouwen dat iedereen zich aan bepaalde afspraken houdt. Zonder dat vertrouwen zou simpelweg niet mogelijk zijn de economie op een efficiënte manier te draaien en Nederland op te bouwen. Dat wordt gezegd door het bestuur. Alleen wat doet het bestuur vervolgens? Daar laat ik u aan documenten zien. In de eerste plaats is het zo, deze documenten laat ik u later ook zien, en die zijn dan apart, dat wij een vergunning hadden van de Nederlandse bank om het product zo weg te zetten als hier stond. Dat wil zeggen, wij hebben u een stukje grond verhuurd, dat heeft u vooruit betaald voor 20 jaar. In principe kan niemand zonder uw toestemming dit doorbreken. Het huurrecht in Nederland is daarin heel sterk. Tweede wat ik u laat zien is dat wij, toen we voor de AFM alles hadden ingevuld in de financiële bijsluiter, van de computer een document kregen waarbij wij de laagste risico's hadden. Interessant is daarbij dat de garanties die ik afgegeven heb, privé en namens GIN, zonder betaling daar zijn aan toegevoegd. Daar heeft u ook zelf voor getekend. Die stukken, die heeft u ook allemaal gehad en die zijn allemaal getekend. Ik beperk me tot de hoofdzaken van de AFM. Eerste is, de AFM heeft per oordeel op 24 november 2008 aan de participanten eenzijdig vastgesteld dat de klaagbrief die de participant daar naar gestuurd heeft, dat ze daar niet mee eens waren. De AFM verplicht GIN niet de plantage te liquideren of met de beleggers af te rekenen. Uw stelling dat de AFM het nodig vindt de plantage van GIN plat te walsen, kan het oordeel van de AFM dan ook geen stand houden. De AFM eist slechts dat de overtreding gestaakt wordt, hetgeen ook op andere wijze mogelijk is dan liquidatie van de plantages. Helder wat ze beloofd hebben aan de participanten, maar niet gedaan. Want het gevolg is dat ze even later meneer Hoppenbrouwers gestuurd hebben, de stille curator die dan geen faillissement heeft geleid. In de procedure die later daarop gevolgd is van Hoppenbrouwers en de Biezenbeek, en later dan nog een keer bij het Hof, zijn de volgende conclusies gekomen. In de eerste plaats is het zo dat naar oordeel van het Hof
De vermelde stukken ondersteunen de stelling van Van der Heijden dat de AFM klaarblijkelijk maar één doel voor ogen had, namelijk per het direct afwikkelen van de contracten met de participanten. Nu juist, de directe beëindiging was een belangrijke oorzaak van het visement. Dat was het eerste punt, waarin ze de aansprakelijkheid volledig naar zich toe halen. Tweede punt, naar oordeel van het Hof betoogt Van der Heijden onder verwijzing naar door hem overlegde artikel uit de Telegraaf van 12 september 2007, terecht dat de AFM zonder meer weinig welwillend stond tegenover producten als die van het Groeihulpplan en die beleggingsprojecten niet onder haar toezicht uitgevoerd wilde zien. Dus het visement stond al vast van Groenevest. En ook al die andere bedrijven, ik geloof een vijftigtal. Dus als je nou spreekt van onbetrouwbaar handelen, ja, dan is dit toch de zuiverste onbetrouwbare daad die je kunt bedenken. En dan in een brochure spreken van afspraken zijn afspraken. Ik geef je nog een aardige. Ik had in het visement samen met de curatoren een verkoop aan de familie Veenstra geregeld. En zij zouden iedereen een nieuwe participatie geven. Dan is hier een stukje wat ik voorlees uit de notulen van de hofprocedure. Dus de curator is aan het woord. Nou ja, de curator heeft er goed aan gedaan niet het bod van Veenstra in te gaan. En gerekend wordt voor het bedrag van de hypotheekhouders betaald kunnen worden. Feitelijk dat dit te ver gaat, de AFM niet toestand, want het kappen van de bomen is om participanten te voldoen. In dit kader bovendien relevant dat de AFM het bod van Veenstra had afgewezen. Boven in het stuk zegt hij, dat is natuurlijk te gek voor woorden, zegt hij ook het verwijt dat hij over is gegaan tot het kappen van de bomen is niet juist. De curator heeft de gronden inclusief verkocht. Vervolgens zijn op een gedeelte van de gronden de bomen gerooid door de nieuwe eigenaar. Ja, hoe bestaat het? Die man lijkt wel gek. Hoe kun je zoiets zeggen op een rechtszaal? En dan zeggen, ik sta er buiten dat die bomen gekapt zijn. Ja, u heeft toch de grond gehuurd? Het is hetzelfde als dat u een huis gehuurd heeft en ja, de AFM komt en breekt het huis af en gooit uw spullen op de mesthoop. Zo is het ook gebeurd hier. Al met al is het een drama van de eerste orde. En ik vond het allemaal heel moeilijk om te benoemen hoe het drama zich werkelijk, hoe je dat kunt vergelijken. Als ik het vergelijk met wat in de kerk gebeurd is, hè, dat die hoogwaardigheidbekleders kinderen verkracht hebben en dat ook jaren onder de pet hielden, dan lijkt dit ook op. Allerlei mensen hebben de AFM eigenlijk beschermd. Maar het zijn gewoon boeven. Het zijn echt boeven. Het deugt helemaal niet. En wat moet je dan doen? Want dan nog even dit. Ook de AFM is verantwoordelijk voor de ontwrichting van de hypotheekmarkt. Ook de AFM is verantwoordelijk voor het faillissement van de banken. Ook de AFM is verantwoordelijk voor al die derivaten. 20 keer het BBP. Dat is een gekkenhuis. En uw kinderen moeten door. En u zelf moet door. Deze mensen moeten gewoon weg. Net als de kerk. Dat moet af. Dat kan niet. Zij leven in het wetboek van 600 na Christus. De keizer heeft altijd gelijk. En je kunt er weinig tegen doen. Je kunt de heren niet dagen voor de strafrechter. Nee, dat gaat niet. Hooguit kunnen we vragen naar de vergoeding. En die vergoeding, daar heb ik van gezegd, is 30 keer. En dat is een cruciaal punt. Ik laat u een document zien. Simpelweg. De prijs van tiekhout. Arnhemse houthandel, ik zal het er ook bij doen. Het eerste klas tiekhout kost €11.000 per kubieke meter. Kun je nou een korting op krijgen van 15%. Ik heb gezegd op de rechtbank, er moet 30 keer betaald worden. De participant heeft gemiddeld €250 per kubieke betaald.
Het is waard zeker 7.500 euro per kub. En dat kan ik helemaal ABC onderbouwen, omdat al onze metingen en praktijkelementen het materiaal van de Robinia-boom ver boven teak uitzetten. Het voert wat te ver nu in deze aanklacht om dat allemaal te laten zien. Ik heb het op de rechtbank wel laten zien, de veredeling die we hebben gedaan en de octrooien die ik daarvoor had afgesloten. Al met al gaat het om voor de gemiddelde mensen een gigabedrag. 30 keer de inleg, heb je vlug 3 ton. Dus het is de moeite om daar tegenaan te gaan. Het is absoluut de moeite. En ja, er is dan één man die heeft gevraagd, er wordt nog iemand die gaat vragen. Ik zal de wrakingstukken erbij doen. De wrakingskamer is de enige aangewezen weg om nu te protesteren. En natuurlijk de AFM aanpakken. Hoe? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet goed weet, omdat het zo'n machtsinstituut is. Datzelfde, de kerk kun je ook niet aanpakken als kinderen verkracht hebben. Kun je wel klagen, maar er gebeurt ook niks. En wat we hier moeten doen, daar vraag ik ook aan u een mening. U kunt mij bellen, 06-22-99-3x3. En weer een 6. En ik ben nagenoeg altijd bereikbaar en wil graag met u overleg plegen wat wij voor acties moeten gaan doen om dit gekke huis te stoppen. Ik heb geen beter bericht, alleen dat ik denk dat we het op kunnen lossen via de biotoopbank. En daar heb ik in veel presentaties aan de participanten uitgelegd, waarin de Robinia-boom een zeer belangrijke rol speelt. Maar in dit korte bestek laat ik dat even zitten. Ja, dank voor uw aandacht en ik hoop dat u belt en actie maakt. Tot voorzien.